Ik heb ook aanbiedingen gekregen van het buitenland. En ik kon ook naar het buitenland gaan en voor het geld kiezen. En dat heb ik niet gedaan. Mijn volgende stap moest gewoon een bewuste keuze zijn. En ik heb het hier altijd naar mijn zin gehad bij Twente. En ik voelde me altijd goed. Mijn gezin voelt zich goed hier. Ik voel me goed. Alleen het was voor mij wel noodzakelijk om de juiste keuze te maken. En natuurlijk maak je toch de balans op. En kijk je hoe het afgelopen jaar is geweest. En daar was ik niet tevreden over. En ja, als je dan een aflopend contract hebt, dan lijkt het me denk ik toch logisch om verder te kijken. Om te kijken wat is er mogelijk, wat is de juiste keuze voor mij. Ja, en op het moment dat de trainer weggaat, ja, dan verandert de situatie natuurlijk. En dan ziet het plaatje er weer anders uit. Ja, want wat ontbrak er dan aan die aanbiedingen die je wel kreeg? Wat miste je daarin? Nou, wat ik daarin miste, ik vond dat nog niet de juiste stap voor mij was. Ik heb gewoon een doel en daar ga ik naartoe. En ik denk dat niet de juiste stap voor mij is. Ik denk dat dit beter voor mijn ontwikkeling is. Om nog een jaar hier te spelen. En om gewoon nieuwe kansen en te vechten voor een basisplaats dit seizoen. En die zo lang mogelijk vast te houden en fit te blijven. En daar ga ik dit seizoen voor. En ja, die stap die komt wel. En dat komt wel goed. Ko Adriaanse kwam hier. Die kende jij al. Wat waren je ervaringen met hem? Nou, mijn ervaringen. Ik heb hem sinds kleins af aan kent hij me al. Het is gewoon een hele duidelijke man. Ik heb hem, sinds ik weg ben bij Ajax, heb ik hem uit het oog verloren. Omdat hij ging natuurlijk zijn eigen weg en ik ging mijn eigen weg. Maar de ervaringen die ik met hem heb gehad zijn gewoon heel goed. Sinds dat ik 7 ben, heeft hij me op de opleiding gehad. Totdat ik 19, 20 was, toen ben ik weggegaan. Wat heeft hij tegen jou gezegd in die eerste weken waardoor jij over de streep werd getrokken? Nou, in de eerste week was hij er volgens mij nog niet. Maar toen hij kwam, toen hebben we wel gewoon gesproken. En toen heb ik mijn zegje kunnen doen en heeft hij gezegd hoe hij erover denkt. En het is gewoon wat ik ervan verwacht had. Gewoon een hele duidelijke trainer. En die ook gewoon tegen mij heeft gezegd van je zal er gewoon voor moeten werken. Als je presteert en als je gewoon goed beter bent dan je concurrenten, dan speel jij. Als je het niet goed doet, ja, dan ook zet hij mij ook op de bank. Ondanks dat hij mij goed kent. En zo hoort het ook. En dat heeft hij mij uitgelegd. En ik heb mijn zegje kunnen doen hoe ik erover dacht. En daar hebben we gewoon over gesproken. Is dat dan het verschil, dat de duidelijkheid en de uitleg? Ja, ik vind het wel belangrijk dat een trainer gewoon heel duidelijk naar iemand toe moet zijn. Ik zit hier nu 2 seizoenen en die duidelijkheid heb ik wel eens gemist. Of tenminste heb ik vorig jaar wel gemist. Deze trainer is gewoon heel duidelijk en zegt wat hij van je verlangt. Wat er mis aan je is. Of je wel of niet bij de selectie zit. Waarom je op de bank zit of waarom je niet bij de selectie zit. En alleen hij heeft het niet altijd, dat hoeft niet, natuurlijk niet altijd. Maar goed, hij is gewoon heel duidelijk. Je tekent nu dan bij, maar wel voor een dusdanige periode dat het zo kan zijn dat we vanaf de winter weer dezelfde situatie hier gaan beleven. Nou, weet ik niet. Dat zou kunnen of dat zou ook niet kunnen. Voor beide partijen zijn er niet tevreden over. Ik ben er tevreden over. FC Twente is er tevreden over. Dus ja, dan is het voor ons allebei gewoon een heel mooie overeenkomst, denk ik.